Kijkers van DVS-TV, allereerst allen een bijzonder goed jaar gewenst. Sportief, gelukkig en heel erg gezond namens DVS-TV. Naast mij zit een voor DVS-33, Ermelo, wel een heel bekend figuur. En die werd ongeveer in de jaren 50 lid van DVS. Wanneer was dat precies? Joop Bakker, u herkent hem. Ik werd lid ergens halverwege de 50 jaren, Piet. Toen voetbalde DVS nog bij Jan Amstra. En daar had het 2,5 veld. En op dat kleine veldje speelden wij met de pupillen. En daar ben ik begonnen als keeper. Als keeper? Als keeper, maar ik ben er gauw mee opgehouden. Want er zaten nog geen netten achter de doelen. En achter het doel, daar was een brede sloot. En ik lag meer die ballen uit die sloot te graaien. En toen we met 23-0 van VVOG verloren, toen heb ik gezegd, ik ga niet meer keeper. Hé, die tijden die zijn voorgoed veranderd. 23-0 van VVOG, dat komt nauwelijks voor. Andersom misschien. Ja, nu wel. We zijn natuurlijk een stuk beter nu. Dat, ze kunnen niet aan ons tippen eigenlijk. Absoluut. We gaan gewoon even... Genieten we wel van, hè? Jij ook toch? Ja, is goed. Joop, alleen maar praten als de microfoon voor je mond. Dat weet je toch? Nee, maar dat zal ik doen, Piet. Ja, oké. Hartstikke goed. We gaan heel snel verder. Je bent een jaar of vier ben je buiten Ermelo geweest. En voor de rest ben je altijd verbonden geweest bij DVS. En zeer zeker heb jij je steen bijgedragen op bestuurlijk vlak. En daarom ben je ook zelfs erelid van DVS 33. Ja, ik ben zelfs erevoorzitter van DVS. En erelid. En DVS, maar dat is helemaal niet een verdienste, want DVS, dat is mij met de paplepel ingegoten. Want DVS is bij me thuis opgericht, boven het garagebedrijf. Dus, en dat lag op ongeveer 10 meter van mijn slaapkamer af. Dus in 1933 was ik er nog niet aan. Maar daar heeft zich wel veel afgespeeld. En DVS heeft bij ons thuis altijd, dat ging om DVS. En ik kom ook, moet je zeggen, ook nu nog niet van die naam af. Daar kom ik niet vanaf. Als ik soms, ik doe ook wel eens wat andere dingen. En als ik dan bij een ondernemer kom of zo, dan is het eerste wat ze zeggen, je komt zeker namens DVS of voor DVS. Maar ja, dat is niet altijd meer zo. Nou, en dan moet ik natuurlijk als verslaggever of als journalist of vragensteller natuurlijk gelijk het bruggetje maken. Want jij zegt van, dan kom ik bij een ondernemer. Want dat doe je momenteel na vele jaren voorzitterschap van DVS. En in van allerlei commissies, et cetera, et cetera. Je hebt ook nog wel DVS een beetje samen met een commissie gered van wat... niet zulke lekkere zaken. Maar goed, nu die afgelopen... Nee, daar gaan we het niet meer over hebben. Maar nu is het natuurlijk allemaal meer dan fantastisch. En je bent voorzitter van de Business Club. Voorwaar toch een belangrijk orgaan binnen een club tegenwoordig. Ja, ik ben blij dat je dat zegt. Want kijk, ook in het amateurvoetbal, op het niveau waar wij voetballen, daar bepaalt ongeveer de hoogte van het budget de plek waar je staat op de ranglijst. En ik durf eigenlijk te zeggen dat DVS op dit moment, als het daarom gaat, eigenlijk boven zijn stand staat. Niet als het gaat over de voetballers die we hebben, want... En dat hoor je overal. Ik loop veel op de golfbaan. Zoveel mensen als komen kijken op dit moment. En de geweldige goede pers die DVS heeft door de manier waarop ze voetballen en de beleving die erin zit. Dan is het, volop genieten. En dat is iets wat je eigenlijk dus met z'n allen wel moet koesteren. Maar inderdaad genieten. Maar jij maakt natuurlijk ook wel de andere kant mee. Want voor sommige supporters is het niet te verkroppen dat zo'n Ali Akla dan toch weggaat. Dat Mike Arends toch. En weer naar die vissers die net even wat meer centen hebben dan wij. Ja, want dat zijn niet sommige mensen. Daar hoor ik ook bij, hoor. Ik ben ook altijd zwaar teleurgesteld als zo'n situatie zich voordoet. Ook wetende wat er...
buiten het gezichtsveld om allemaal gedaan wordt voor de knapen die bij ons voetballen. En helemaal natuurlijk als het jongens zijn die vanuit de club zijn gekomen. Dan is dat. Ik heb er tenminste altijd geen prettig gevoel bij. En soms, en dat is ook gewoon zo. De clubliefde. Die zit tegenwoordig meer op de tribune. Maar dat is niet alleen bij ons zo. Dat is overal zo. En als je nu al kijkt wat er al aan bewegen is in de topklasse. Maar ook in de hoofdklasse en zo. Dan wat zich nou bij ons voordoet. Want we worden natuurlijk ook wel een beetje gestraft door ons eigen succes. Daar loop je nu volop in. Maar ik heb pas geleden belde iemand mee op. Een buitengewoon trouwe supporter. Alleen hij gooit er nog alles wat uit. En die zei tegen mij, kan jij mij vertellen waarom de jongens weggaan? Ik zeg, jongen, geld. Ik zeg, het gaat om geld. En wij doen ons stinkende best. We hebben al veel meer sponsors dan we in het verleden hadden. Succes trekt ook. Dat is heel duidelijk. Met name het laatste jaar. Hoeveel sponsoren zijn er binnen een jaar niet meer bij DVS gekomen? Er zijn er het afgelopen jaar wel een goede 50 bijgekomen. En ook van buiten Ermelo. Ik heb vandaag nog weer een paar afspraken gemaakt van mensen die geïnteresseerd zijn om sponsor te worden. En kijk, ik vind het wel fijn dat je het eens vraagt, want er wordt soms wel makkelijk over gedacht. En dat snap ik ook wel. Als ik zelf naar het voetballen kijk en dan denk ik, wat verdikke me, ja, er moet weer wat gebeuren. En kijk, er is een geweldige goede samenwerking tussen het bestuur van de vereniging en de businessclub. Ja, dat zie je nog wel eens helemaal misgaan, hè, bij bepaalde clubs. Want dan gaat ongeveer de businessclub het bepalen. Ja, en dat doen wij absoluut niet. Trouwens, is ook helemaal niet nodig. Want we hebben op dit moment, denk ik, van DVS hebben we een goed bestuur. En ik heb op de nieuwjaarsreceptie genoten van de speech van de voorzitter. Dat vond ik echt grote klasse. Wij vonden het ook leuk om te lezen, inderdaad, hoor. Ja, maar als je het hoort, als hij daar gaat staan en hij zegt de microfoon doet het niet, want die deed het niet. En hij ging helemaal niet met stemverheffing. Was toch iedereen stil, omdat hij precies de goede dingen zei. En dat vind ik wel mooi. Maar Ik ben natuurlijk een beetje een oude zak aan het worden. En ik heb nog wel eens de neiging om het te vergelijken met vroeger. Maar dat is helemaal niet meer zo. En die fout moet je ook niet maken. Want de tijd is anders. Wordt anders geredeneerd. Clubtrouw is er. Ik kom nog uit de tijd dat je eigen schoenen en je eigen shirtje moest kopen. Nou, kan je nagaan. Als je dat nu nog zou moeten als voetballer, dan ga je ergens anders voetballen. Ja. Wat het typisch is, aantal sponsoren en zo. Dan zou je misschien denken dat Ermelo, die heeft helemaal niet zoveel bedrijven. Maar er komen gewoon ook sponsoren van andere steden en dorpen. Ja, op dit moment halen we ze eigenlijk overal weer vandaan. Ja, ik moet van de week nog naar Nunspeet, omdat er weer eentje zit die waarschijnlijk sponsor wordt. Zelfs gisteravond op de nieuwjaarsreceptie bij de gemeente heb ik twee afspraken gemaakt voor sponsors. Kijk, laat ik het zo zeggen. Wij hebben bij DVS, denk ik, wat dat betreft een goede weg gekozen. We hebben eerst gezorgd dat de accommodatie en alles daaromheen goed was. Hoor je ook van alle voetballers, hoor je ook van alle trainers, dat het natuurlijk geweldig werkt hier. Mooie accommodatie die we hier hebben neergezet. En we hebben eerst eigenlijk de boel op orde gemaakt voordat we zijn gaan roepen. Ja, we hebben eigenlijk nooit geroepen dat we naar de hoofdklasse wilden. Maar we zijn er gewoon dik verdiend terechtgekomen. Maar je moet tegenwoordig, wil je de sponsors hebben. En wij hebben geen hele grote sponsors. Het zou prachtig zijn als je ze had, maar het kent ook nadelen. Dat als er één zou stoppen, dan loop je in een recordtijd tegen een probleem aan. Maar wij koesteren de sponsors. En
wij zorgen dat als ze hier komen, dat ze het ook goed naar hun zin hebben. En ja, we hebben al, ja, je moet alles twee keer bouwen. Kijk, als we het weer zouden bouwen, dan moest de businessruimte groter zijn, want die is nou wel te klein. Maar ja, ze zeggen altijd dat je je huis ook twee keer moet bouwen voordat je het goede huis hebt. Ja, precies. Hey, Joop, als ik je even mag onderbreken. Wat mij ook opvalt, ik spreek ze nu nou wel eens sponsoren. Onder andere Bert Ketelaar van Dorhout Mees sprak ik. Zeg, ja, ik ben ook wel een sponsor geweest van een andere club. Maar die redeneerde echt alleen maar één richting op. En niet onze richting op. Er werd niks fatsoenlijks voor ons gedaan, weet je. En daar onderscheiden jullie je wel in, denk ik. Dat is wel een goede zaak. Ja. Ja, dat doen we met een heel stel mensen natuurlijk. En we kijken ook altijd, kun je interessante dingen doen met je sponsors. Nou, we hebben nou net het kerstdiner gehad bij Van der Valk in Harderwijk. Ja? En die mensen die doen dat voor ons. En zo hebben we veel meer van die dingen. We zoeken alles, maar het moet wel aanspreken. Hè? We zijn dit jaar zijn we naar Vliegveld Lelystad gegaan. Hebben we een mooie presentatie gehad. Ook voor de ondernemers goed om te weten. Als dat daar het vliegveld daar gaat komen. Dat ook economisch gezien voor de Noord-Veluwe wel het nodige kan betekenen. We zijn er ook als een ondernemer iets te vieren heeft. We zijn er ook als, probeer er ook te zijn als er ellende is. Maar je moet het je sponsors naar de zin maken. Je moet ze koesteren, want ze geven wel hun geld ervoor. Heel belangrijk. Uit wie bestaat het bestuur eigenlijk? Zou je dat, want ja, heel veel leden weten dat waarschijnlijk helemaal niet. Nee. Nou, dat wil ik graag zeggen. We hebben een dagelijks bestuur. Tieneke Weren van de Weijer, zeg ik er altijd maar aan. Dat weet jij ook wel. Vroeger waren het wat de buren van je vrouw. Harry, natuurlijk een icoon van de club. Absoluut. Dat is op dochter Tieneke overgeslagen. En die is secretaris van de businessclub. Hielke Sietsma is penningmeester. En Bonnie Wopper, dat is het feestnummer, die organiseert de feestjes. Verder is Martijn Hulsje, die doet veel aan de PR-kant. Regelt de hoeveelheid reclameborden en zo'n wand als achter ons zit. Aart Goossens zit erin en dat is een hele goede zaak om het contact met de vereniging goed te houden en over de gezamenlijke zaken te praten. En Geerling Hamstra zit erin, dat is dus de voetbalman die naar ons toe komt en zegt van ik heb voor het komend seizoen die en die begroting nodig, kunnen jullie dat waarmaken? En dat is nog wel eens. We doen het op deze manier. We hebben een convenant met elkaar. En daar staan de afspraken in hoe en wat. De vereniging vaart er wel bij dat wij op dit niveau voetballen. Doordat ze veel meer publiek krijgen. Nou, uit onze voetbaltijd, Piet, toen wij voetbalden, kon je nog voor 1,50 gulden naar het eerste komen kijken. Nou kost het 9 euro. Ik bedoel maar even. Ze voetballen ook veel beter dan wij dat deden. Dacht ik wel, hè? Veel beter. Maar het is niet te vergelijken. Maar als bij zo'n grote vereniging als de onze, zeg maar, als daar geen drive in zit en niet het beste ervan te willen maken, prestatief presteren, dan zak je als vereniging een heel eind weg. Dan doe je ook je opleiding voor je omgeving en niet voor je eigen club. Dus het moet elkaar versterken. Juist, Joop. Ik heb natuurlijk het een en ander aan vragen gesteld. Ik vond het een heel fijn gesprek en ik hoop dat er heel veel duidelijk is geworden. Maar misschien wil jij nog iets speciaals zeggen. Liefst een beetje kort, want anders dan houden ze het niet meer vol, hè, die jongens. En we moeten zo meteen naar huis, want het wordt straks zo glad als maar kan. Hè, want het weekjournaal verzorgt ook het weer. Hè. Ja,
Ja. Nou, dat het kort moet, zeg ik ook altijd tegen jou. Dus... dat klopt. Dus dat lukt ook aardig, Piet. Heb je me trouwens wat gevraagd? Ik heb geen idee. Het gaat bijna nooit vragenderwijs, maar een beetje als een gesprek, hè? Ja. We kennen elkaar langer dan vandaag. Maar, kijk, wat ik eigenlijk wil zeggen, mensen, DVS'ers, het gaat fantastisch. We hebben een geweldige, mooie vereniging. Maar niks gaat zomaar. En stel je nou voor, hè, dat we zouden promoveren, hè? We staan nu op de 7e plek. Dan komt er wat op je af. Hè? En of we dat kunnen waarmaken, dan moet er toch nog wel heel wat gebeuren. Maar als je het kan worden, dan moet je het doen. Absoluut. Joop, bedankt voor dit interviewtje, gesprek. Okay. Dank je. Naast mij een van de spelers die vlak voor de kerst heeft getekend. En vlak na de wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys interviewde ik hem voor Radio Veluwe FM. En daar zullen nu misschien wel dezelfde vragen bij zijn. Maar ja, ik weet niet of de luisteraars ook de kijkers zijn. Maar Heidi, ik heb toen gezegd dat ik het een fantastische actie van je vond. Dat je bij DVS tekende. Kun jij zeggen en duidelijk maken waarom je voor DVS tekent? Ten eerste, ik heb het heel erg naar mijn zin. En ten tweede, ik voel me wel belangrijk voor het elftal, voor de club. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk was voor mij om een belangrijke speler te zijn bij een club als DVS. Ja. Roland ten Berge gaf jou gelijk ook het vertrouwen. En met name in het begin moest je nog wel even wat wennen, had ik het idee. Dus nu dan nam je wat iets te veel hooi op je vork, leek het wel. Maar langzaam maar zeker heb je je plek wel helemaal verworven, Heidi. Dat zou wel kunnen, maar dat doe ik niet bewust. Gaat automatisch. Maar ik heb mijn plekje gevonden. En ik ben er blij mee. En ik speel veel, dus ik denk de trainer ook wel. En daarom heb ik ook gewoon bijgetekend. Ja, en je hebt het ook op een speciale manier ook kenbaar gemaakt ten opzichte van je medespelers. Oh, maar dat weet ik niet. Maar je vertelde dat toen dat je gewoon de kleedkamer in bent gegaan om dat te vertellen. Misschien wel om een statement te maken naar de andere spelers. Zo van, jongens, kom op, ik blijf erbij. Jullie ook. Ja, klopt. Het was volgens mij de bekerwedstrijd tegen Sparta Nijkerk was het volgens mij. En een trainer had zijn bespreking, was klaar met de bespreking. En vervolgens gaf ik aan van, jongens, ik heb bijgetekend. Maar iedereen begon te lachen en ze geloofden me niet. Maar toen het serieus werd, feliciteerden ze mij. En ik heb ook wel met andere jongens gesproken die ook in onderhandeling met de club waren. Waar wij de club ook graag wilden dat die jongens blijven en ik zelf ook. Omdat ik denk dat we met elkaar nog meer kunnen bereiken. En vooral gewoon ook eigenlijk heel erg leuk hebben bij de club. En dat komt wel door de winsten die we behalen. Ja, enerzijds door de winst. Anderzijds door denk ik de visie die Roland ten Berge zoveel mogelijk uitdraagt. En ook traint met jullie, heb ik het idee. Ja, klopt. We hebben, ik wil niet zeggen alleen maar voetbal als een team. Maar voor 80% denk ik wel die heel graag van de bal houden. En daar is onze tactiek ook op gericht, vooral het balbezit. En ik denk dat heel belangrijk is dat je kijkt naar je spelers en dan pas je tactiek bepaalt, dan je al een tactiek hebt voor als trainer zijnde. En ik denk dat dat ons heel erg geholpen heeft en het zijn ook allemaal gedreven jongens. En technisch geschoolde jongens, en daar voel je je heerlijk bij thuis, heb ik het idee. Ja, dat klopt. En daar voel ik mezelf ook wel één van. Maar we kunnen het ook op een andere manier, dat hebben we ook laten zien. En dat is denk ik wel het belangrijkste, dat we ook soms gewoon moeten omschakelen. Want niet elke wedstrijd kunnen we mooi weer voetballen. En we hebben ook bewezen dat we dat kunnen. Had jij niet het gevoel na die wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys, oh, zonde dat die winterstop er nu is. Want ik zou eigenlijk die week erop wel weer hebben willen spelen. Ik eerlijk gezegd persoonlijk niet. Ik denk nog een paar jongens niet, omdat we aardig wat wedstrijden hebben gespeeld. En we trainen ook hard.
Maar ik bedoel dat je dan zo lekker in zo'n flow zit, hè? Ja, klopt. Daar zit zeker wat in. Alleen ik denk dat we nu iedereen wel uitgerust is voor om weer te knallen. En dan moeten we kijken hoe we uit het startblok komen, want dat is wel heel erg belangrijk. En gelijk aanstaande zaterdag een hele leuke tegenstander, hè? Oefenwedstrijd. Nee, oefenwedstrijd. Ja, dat heb ik niet helemaal meegekregen. Als het goed is, tref is, hoorde ik langskomen. Maar ik hou me daar eigenlijk niet zo vaak mee bezig. Want elke wedstrijd, ik heb geen keus. Als trainer Oostland moet ik spelen, dus maakt niet uit tegen wie eigenlijk. Ik denk dat ze tegen jullie weinig treffers maken, daar die jongens uit Groesbeek. Ik hoop dat je daar... Heb je daar op geoefend of niet? Nee, ik hoop het ook niet, nee. Oké, okay, bedankt voor dit interview. Oké. Naast mij, voor u natuurlijk herkenbaar, Kai Velda, de succesvolle, mag ik wel zeggen, middenvelder van DVS 33 en de veelvuldig scorende en op belangrijke momenten, Kai. Tot nu toe gaat het goed dit seizoen en ik heb het hier goed naar mijn zin. Ik ben hier goed opgevangen door de jongens en het spel wat wij spelen, dat ligt mij gewoon goed. Dus vandaar ook tot nu toe dit resultaat. Is dat een van de redenen ook dat je het naar je zin hebt natuurlijk en de manier van spelen, dat je ervoor gekozen hebt om bij DVS te blijven, ondanks belangstelling van onder andere Hardenberg, HHC. En dat is niet niks. Ja, hier en bij Hardenberg zijn enkele gesprekken geweest. Ik heb het gewoon, wat ik al zei, gewoon hartstikke goed naar mijn zin bij DVS. En op de manier hoe wij spelen en gewoon als team, hoe wij ervoor gaan en op de manier hoe. En voor mezelf komt dat ook goed tot zijn recht. En vandaar ook, al met al heb ik gewoon ervoor gekozen om hier te blijven spelen. Hé, hey, nou weet ik dat je bij WKE een wat verdedigender taak had op het middenveld. Klopt dat? Ja, klopt. Alleen daar speelden we ook 4-3-3. En was toch altijd meer je man volgen en 1-op-1 duels. En hier spelen we toch wat compacter en van daaruit gewoon voetballen een oplossing te zoeken. En daardoor kom jij nog wel eens in balbezit op een moment wat voor iedereen natuurlijk heerlijk is. Maar als jij op 20, 25 meter van het doel die bal in bezit krijgt, dan moeten de tegenstanders die jullie nu nog krijgen, die moeten sidderen. Ja, dat is de bedoeling ook. Het is gewoon zo, probeer gewoon zo vaak mogelijk daarop te trainen. Maar ik wil ook gewoon de jongens die om mij heen spelen daar gewoon voor bedanken. En die brengen mij daarvoor ook in mijn instelling. Ja, en dan is het gewoon aan mij om, om die bal tegen de touw aan te rammen. En tot nu toe gaat het gewoon lekker, ja. En je doet het vaak op een moment dat je de wedstrijd echt gewoon ook lekker openbreekt. Hè? Zoals de laatste pot tegen Rijnsburgse Boys. Ja, ik dacht, nou, dit wordt gewoon een 0-0. En ook niet onaardig. Maar toen gebeurde het opeens in die 70ste minuut. Ja, we bleven eigenlijk tot de 70ste minuut goed staande. En hun hadden wel goede kansen dat we eigenlijk 1-0 achter zouden komen. Maar goed, wij hielden ons gewoon knap staande. Wat we eigenlijk in vorige wedstrijden ook wel eens niet deden. En goed, dan komt toch dat verlossende schot. En dan zie je gewoon dat hun bij de tegenstander wat knapt. En wij bleven gewoon onszelf. En dan zie je toch dat de kwaliteiten van het team met de 2-3 en 4-0 naar boven komen. En dat is gewoon echt compliment voor ons. Ja. Hartstikke mooi. Hey, nou ken jij natuurlijk diverse spelers. Hè? Zo in de zaterdag en de zondagcompetitie. Ken jij Rico Wolfen en Shabazz? Rico Wolfen heb ik wel eens tegen gespeeld in de jeugd. En Shabazz ken ik van naam, maar voor de rest niet persoonlijk. Maar Rico Wolfen, daar heb je tegen gespeeld. Goede verdediger? Ja, is lang geleden voor mij. Maar ik denk als club zijn, dat er goed de spelers zijn bekeken, die worden gehaald. Dus ik heb ze al tijd niet meer zien spelen, dus daar kan ik niet zoveel over zeggen. Maar goed, ik denk gewoon de mensen die erover gaan, die de spelers halen, dat die er verstand van hebben. En dat is dit seizoen ook gebleken. Dus laten we er gewoon vanuit gaan dat het goede spelers zijn. En dat er volgend seizoen hier en daar wat spelers ook gaan vertrekken vanuit het team. Dat is voor DVS en het team natuurlijk jammer. Maar goed, voor de spelers zelf is het natuurlijk hartstikke mooi.
Dat is inderdaad een heel mooi gezegd van jou. Hey, nou heb ik die laatste 5-6 wedstrijden bekeken. En ik vond DVS steeds beter. En ik denk bij mezelf, dit kan toch bijna niet meer beter. Maar ik heb het gevoel dat jullie niet denken. Nee, voor ons kan het alleen maar beter. Ik bedoel, als je ziet hoe we nu zijn geëindigd en hoe we zijn begonnen. Dan zit er toch wel echt een stijgende lijn in. En ik denk ook gewoon als we zo doorgaan en... gewoon nog harder trainen en nog meer op de dingen wijzen, zeg maar, wat beter kan. Dan hoop ik dat, en daar gaan we ook voor, dat we gewoon bij die eerste 7 gaan eindigen. Maar goed, we moeten dit gewoon vasthouden en niet denken dat we er al zijn, want de weg is nog lang. En we zullen nog genoeg moeilijke wedstrijden krijgen. Nou ben jij natuurlijk een speler met behoorlijk veel ervaring, ook op tactisch gebied. Bij Emmen heb je gezeten, bij WKE, Jong PSV. Coach je veel op het middenveld? Gebruik je zeg maar die ervaring? Nou, ik merk wel gewoon, in ieder geval met Heidi zeg maar naast mij, dat, want daar heb ik ook gewoon vaak met tegen AGOV mee gespeeld en ook Vitesse tijd. Merk je toch wel dat je aanvoelt zeg maar om de jongens om je heen daarin te sturen. En het is toch altijd makkelijk of je als je 1 of 2 spelers om je heen hebt die dat ook onderbouwen. En dat is gewoon ook met hem erbij en ook voor mijzelf gewoon makkelijk om ook de jongens aan te sturen. En dat proberen we. En tot nu toe gaat het gewoon goed. En je merkt ook gewoon dat we gewoon een heel leerzame groep hebben. Ja, en jullie gaan op trainingskamp. Klein trainingskampje. Niet ergens daar waar het nu onweert en heftig waait en zo. Nee. Maar hier in Nederland is het fantastisch weer. En het wordt straks ook nog lekker glad en zo. Nee, maar jullie gaan naar Doorwerth. Ja, ik eerlijk gezegd heb ik nog nooit van gehoord, maar... Het ligt, dacht ik, ergens in de buurt van Sicilië. Oké, dat klinkt wel beter. Ja, het is vorig jaar wel veel naar het buitenland geweest op trainingskamp. Dat was ook mooi geweest als we dat met DVS zouden doen. Maar goed, nu gaan we dan in de buurt van Arnhem. En we maken er gewoon een mooi weekend van met z'n allen. Zo is dat. En een leerzame oefenpot, denk ik, tegen de treffers. Ja, de treffers heb ik vorig jaar meegemaakt 2 keer. En die hebben gewoon een goed team. En, dan kun je ook weer zien hoe we daar weer tegenover komen te staan. En wat ik zeg, we maken er gewoon een mooi weekend van voetballend en ook gewoon als groep zijn. Ja. Genieten van het weekend. En daarna dan gaan we er weer helemaal vol op. Okay, gaan we doen. Oké, Kai, bedankt. Naast mij Roland ten Berge natuurlijk, de hoofdtrainer van DVS en ik mag wel zeggen de succesvolle. Na die turbulente wedstrijd tegen Rijnsburgse Boys, toen moest je eventjes omzetten naar richting vakantie, richting Oostenrijk. Dat zal wel even moeite gekost hebben, want toen moet je heel veel adrenaline gegeven hebben. Ja, dat was een goede reis. We zijn direct met de familie, die hebben mij opgepikt in Amersfoort en we zijn direct naar Duitsland gereden. En we hebben een lekker weekje zijn met skiën geweest. Maar dat was een hele fijne reis naar Duitsland. Daar zijn we wezen overnachten. Was nou even genieten in de auto. Ja, heerlijk. Je hebt een lekkere wintersport gehad, ondanks het gebrek aan sneeuw. Ze zijn daar hard bezig geweest om daar veel sneeuw te maken. Dat doen ze goed. Dus het zag er heel mooi uit. Heerlijk weer gehad. Dus prima week. Jouw skistijl ook prima? Nou, laat me niet over mijn skistijl hebben. Oké, goed zo. Hey, we gaan dit jaar het seizoen afmaken. En ik kan me nog herinneren dat je zei dat je eigenlijk de vruchten van de trainingen en zo hoopte te plukken na de winterstop. En eigenlijk was dat bij Excelsior 31 verleden jaar net zo. Kan het nog beter? Ja, dat is altijd heel moeilijk, hè. Kijk, daar baseer ik een beetje op van... Dat je met elkaar bezig bent om een bepaalde speelwijze aan te leren, zeg maar, in te slijpen, zo moet ik het zeggen. En dat kost af en toe wel eens tijd. En als je daarmee succes haalt, dan geeft dat vertrouwen, dan gaat het wat sneller. Nou, dat hebben we gezien de laatste paar weken voor de winterstop. Gaf dat veel vertrouwen natuurlijk. Ja, en het is voor ons eigenlijk belangrijk dat we zo snel mogelijk weer in dat ritme komen. Nou, daar moet je ook af en toe eens wat geluk mee hebben. Dat je direct heel goed begint in zo'n eerste wedstrijd.
Maar goed, over het algemeen, een ploeg wordt fitter gedurende het seizoen. Hè. Je bouwt alles op, dus ze worden fitter. Ze zijn beter op elkaar ingespeeld. Dus wat dat betreft zou je vaak wel kunnen zeggen van, hou je de groep compleet, hou je ze fit, dan zou het in principe beter moeten gaan. Oké, voor volgend jaar, Rico Wolven, die ken je? Ja, die ken ik wel, ja. Die heb ik inderdaad bij Excelsior ook gehad. Ben je er tevreden mee? Dat DVS die gecontracteerd heeft? Ja, kijk in principe de TC die bepaalt gewoon. Die halen de spelers. En ik heb begrepen dat zij een centrale verdediger erbij worden hebben. En toen zijn ze bij Rico uitgekomen. En goed, ik ben zelf wel heel positief over Rico. Die heeft een prima jaar gedraaid bij Excelsior. En Shabazz komt uit jouw eigen woonplaats? Nee. Die heeft daar wel gevoetbald. Die heeft bij Roda Raalte gevoetbald. Maar dat bedoel ik eigenlijk ook hoor. Ja, hij woont in Deventer. Maar die kende je ook al? Nou, nee. Dus ja, kijk, iedereen die bij Roda Raalte voetbalt, ik ga daar wel eens heel af en toe een wedstrijdje kijken. Dus ik heb hem wel eens zien voetballen inderdaad. Maar goed, ze hebben hier een prima scoutingsapparaat. Dus al die spelers waren hier gewoon in beeld. Nou heb ik het net met een paar spelers gehad over de flow waar jullie in zaten. En dat die dan onderbroken wordt door zo'n winterstop. Het is altijd toch wel weer lastig om... Ja, sommige teams hebben daar gewoon heel erg veel last van. DVS heeft er ook een keer last van gehad. Een keer na een winterstop 5 wedstrijden achter elkaar verloren in de hoofdklasse. En toen dachten we, nou we vliegen er zo uit. Ja, ik denk dat er wel wat teams zijn die blij zijn dat het winterstop is. Dat ze alles weer een beetje kunnen oplappen. Maar goed, in ons geval hadden we ook wel door kunnen voetballen. Maar goed, waar moeten we ons druk om maken op dit moment? We zijn eigenlijk helemaal compleet. Er zijn jongens weer aangesloten. Dus we zijn in de breedte weer erop vooruit gegaan. We trainen bijna met een voltallige selectie. Dit weekend op trainingskamp. Volgende week naar Lisse toe. Dus we zijn er gewoon weer klaar voor. Doorwerkt aan de Mediterranee? dat moet even afwachten. Of dat zo is. Het ligt daar heel erg landelijk. En met prachtig uitzicht over de Middellandse Zee. Heb ik me laten vertellen hoor. Nou ja, ik denk dat je een aantal plaatsen zoals Turkije en zo, volgens mij heb je hetzelfde weer als hier. Dus wij blijven lekker dicht bij huis. Wel iets slechter hoor, in Turkije. Maar het doel van zo'n weekend met spelers? Nou, in ieder geval veel plezier aan beleven. Met elkaar veel trainen. Goede wedstrijd spelen we tegen de Treffers. Dus allemaal gaan we mee. Dus dat moet een bijdrage leveren. En dan weer op weg naar de eerste competitiewedstrijd tegen Lisse. En daar gaan we volgende week natuurlijk over hebben. Heel mooi, gaan we doen. Oké, bedankt.